coming. Er leeft dus een man en een vrouw in een afgelegen district. De man vertrok om een betrekking aan het hof te aanvaarden. En hij betreurde het dat hij van zijn vrouw moest scheiden. 3 jaren verstreken en hij kwam niet weer. Juist op het moment dat de vrouw een andere man die op innemende wijze toenadering tot haar zocht, had beloofd hem die avond te zullen ontmoeten, keerde de eerste man terug. Zij ontving hem niet, maar schreef een gedicht en liet hem dit bezorgen. Van het wachten, dit 3-tal jaren, die zichzelf steeds vernieuwen, sta ik op het punt vannacht een nieuw kussen te ontrollen. Nauwelijks had ze hem dit bericht gestuurd, of de vrouw antwoordde hem met een nee. De man antwoordde haar met het volgende gedicht. Precies zoals ik voor jou geweest ben en even verschillend als er verschillende bogen zijn, dien jij hem
toegenegen te zijn. Na deze woorden maakte hij zich klaar om te vertrekken. Ongeacht of anderen aan mijn mouwen trekken. Zoals de pees van een catalpa-boog wordt aangespannen. Altijd heeft mijn hart zich tot jou aangetrokken. Lieve Aleta en Katrientje, moeder, vader, broers, zusters, schoonzusters, zwagers, neefjes, nichtjes, ooms, tante, neven en nichten, allereerst duizenden zoenen van jullie, Willem. Vanmorgen kregen wij, donderdag om 11:00, wij, dat is 14 in getal, de boodschap dat ons vonnis bestendigd is, dat het 3:00 geveild zal worden. Lieve Aleta, Katrientje, moeder en alle anderen, ik heet de Beer en ik wil en zal een de Beer zijn tot de laatste seconde aan toe. En ik hoop dat jullie allen, en voornamelijk jij, Aleta, die naam eer aan zullen doen. En ik verlang en eis van jou, Aleta, dat je gezond en sterk zult zijn. Want jij bent het die je verdere leven als vader en moeder te zorgen hebt voor het liefste wat ik bezit. En dat is onze schat. Dus Aleta, Trini, blijf sterk en denk niet te lang aan mij. Blijf vooral erg lief voor elkaar. En Aleta, Trini zal nu nog niet begrijpen waarvoor ik val. Maar jij vertelt het alvast als ze ouder wordt. Doen hoor, want anders denkt ze nog dat haar papi een verrader is en dat ben ik niet. Ik val voor mijn ideaal en ik hoop dat het niet voor niets is.
het dak op. In deze oorlog vallen vele duizenden. Het is een schrale troost. Maar toch werkt het verzachtend te weten een van de velen te zijn. Ik heb het socialisme tot ontwikkeling zien komen. Was geen onverschillig toeschouwer en leefde actief mee. Het was misschien meer passend bij mijn aard geweest. Een rustige huisvader en een goed vakman te worden, maar het is anders gegaan. Mijn gemak heb ik nooit gezocht. Mijn leven was rijk en gelukkig, mede dankzij jou, lieve Aleta. En nu blijf je achter met de zorg en verantwoording voor Trini. Help haar een degelijk mens te worden die niet onverschillig door het leven gaat. Laat haar vooral niet opgroeien in blinde haat jegens het Duitse volk. Als ze haar vader wil wreken, laat ze dat dan doen op deze rotmaatschappij waarin we leven en waaruit de oorlog is voortgekomen. Is nog niet voldoende om in het gehele uitstel de vrede en veiligheid te brengen die daar nodig zijn. Het is daarom dat de regering heeft besloten de troepen die thans hun eerste opleiding hebben ontvangen naar Indië te zetten. Het is een weloverwogen besluit van de regering die daarin ten volle wordt gesteund door de uitspraak van de Staten-Generaal die op wettige wijze ga maar staan, schat. Drie, kom. Ga staan. Er zijn onverantwoordelijke personen en groepen die trachten door hun propaganda nee, en hun onverantwoordelijke leugen onze dienstplichtigen te misleiden en hun in strijd met de werkelijkheid de gedachte op te dringen dat ze naar Indië worden gezonden om een koloniale oorlog te voeren en vrije volken hun vrijheid te ontnemen. Dat ze worden uitgezonden tegen den wil van de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk. Vader, moeder, broers en zusters, ook van jullie hoop en eis ik dat je je zult gedragen als een debier, vooral uw moeder. En denkt u erom dat ik niet uw enige kind ben, denkt u erom het niet te zwaar op te nemen. Aleta en Trini, blijf gezond en sterk. Zoals ook ik dat zal blijven tot de laatste seconde aan toe. Zeg dat nogmaals aan moeder. Aan moeder. Na deze woorden sterft ze. Nou ja, toen hebben ze hem in Amersfoort hebben ze hem doodgeschoten. Kunnen met anderen tegelijk natuurlijk. 16 man, ja. Lagen er in de dinges. En toen hebben ze Joop Eijberg herkend, want er was niks meer van over. Ja. Aan die rode bies in zijn trampuniform. Oh, die had hij nog... had altijd die rode broek aan. Die broek aan. Ja, die broek. Die rode bies. Ja. Ik ook.
trouwens. Ja, allemaal lief. En hij was een pijproker. Maar hij had, je kon hem nooit anders zien dan een pijp in zijn bek. Ja. En dan was die rechter Hoektang, die was versleten van die pijp. Aan dat kant hebben ze hem herkend. Want 's morgens, toen komt Joop, zijn zoon, zo. En die belt bij me aan om 7:00. Maar ik was zo, als het er wat was, dan kon ik enkel mijn broek aantrekken. Op zolder hing een jasje, kon het dakraam uitkomen. Maar fijn, dat doet er naartoe. Toen komt Joop en ik zeg, het is goed volk, het is Joop. Dus zegt Joop om het aan, vader is vannacht gepakt. Ik zeg, wat zeg je? Ja. Ik zeg, hebben ze wat gevonden? Ja. Ik zeg, godverdomme. Maar Joop was een keiharde kerel. Ja, weet ik. Maar ze hebben hem wel zo geramd en geslagen, maar hij heeft nooit doorgeslagen. Ik heb gehoord van Fokus Joen over Willem Kraan. Die hebben ze ook zo geslagen. Ja. Jongens, ik hou het niet meer uit. Jongen, houd toch vol, Willem. Weet je zo vinden? Houd vol, houd Willem met niks doorgeslagen, Willem Kraan. Ik heb de laatste brief van Joop nog gelezen. Ja, Joop die schreef ook, hij had altijd gevochten voor de vrije wereld zogenaamd en voor de communistische partij. Raak je zo in paniek van de beeldenis van je man? Hm? Is toch een lieve man? Een mooie man? Hm? Ben je ontrouw geweest? Of heb je hem verraden? Ik weet hoe de boel in elkaar zit. Hij is de leugen. Dat is de idifix. Zweer hem af. Wees hem ontrouw. Eén, twee, permie. Je hebt geen kans. Ik overweldig je. Kijk nu naar de dingen zoals ik ze zie.
Wie ben ik? Wat is mijn rol in dit verhaal? Dat kan ik je wel vertellen. Je bent Aleta de Beer, een fotografe. Getrouwd geweest met Willem de Beer, die we in 42 hebben moeten fusilleren. Waarom vergeet ik dingen? Wie is Willem de Beer? De Beer van de februaristaking, die hij samen met Bertus de Koning had georganiseerd. Bertus de Koning. Weet je nog? Ja, die hebben we niet te pakken kunnen krijgen. Bertus, echte knokker. Ouderwetse knokker. Bertus de Koning. Bertus was helemaal geen ouderwetse knokker. Ik geloof dat jij mijn vijand bent. Nee, Bertus was je vijand. Bertus zei dat wij het Joodse volk wilden elimineren, maar dat wilden ze zelf. Bertus was een leugenaar. Ik heb ook geen idee wat er van hem geworden is. Of ze hem doodgeknuppeld hebben, dat hij in een kamp terechtgekomen is. Geen idee. Je kende Bertus toch? Het is een leugen wat je zag. Zijn vingers hebben we niet afgehakt, alleen maar gebroken. Ik zal wel zorgen dat je bij mij wilt horen. En niet bij die stinkers daar. Maar je moet je niet verzetten. Je moet je niet tegen jezelf verzetten. Je moet je niet verzetten. Kom toch nou eens binnen. Het is toch weer te gevaarlijk om nu buiten te zijn. Kom, ga zitten.
Heb je het koud? Het is er overal gevaarlijk. Ook hier. En u blijft maar rustig hoeden maken. Je lijkt mijn Rosa wel. Hebt u Karel Liebknecht gekend? Dit is Karel Liebknecht. Een soldaat zonder geweer. Toen hij werd doodgeschoten. En Rosa Luxemburg. Toen begon pas de ellende. En ik ben hoedemaker. Kom, je moet nu vlug naar huis. Nee, je gaat veiliger door de achtertuin. En doe Willem de groeten. Zeg hem dat het goed is wat hij doet. Maar het zal niet helpen. Waarom was hij zo belangrijk voor de Duitsers? Hij was toch heel gewoon met zijn twee brillen? Ik zal het je uitleggen op mijn spreekuur. Hij heeft voor een boel ellende gezorgd. Willem hield toch die toespraak op de Noordermarkt? Soldaten zonder geweren. Weet je nog? Jij wilt het maar niet begrijpen. Jij zult naar mijn spreekuur moeten komen.
Dat begrepen de mensen nog niet wat eigenlijk wat Duits fascisme was, hè. Maar waar wist u het? Ja, wisten we het. Dat als je werd afgemaakt en daar zei je wat wel, ach, dat is hoe je dat vertelde. Kijk, die emigranten kwamen en die vertelden die gruwelverhalen van de Joden. En die vertelden het door. In het begin kon je het zelf niet geloven, hè. Dat had je tegen natuurlijk in het begin, als jij die gruwelen vertelde. Wat die fascisten uithaalden in Duitsland, wat wij van die Duitse jongens wisten, die illegaal gevlucht waren over de grens hier. Nou ja, menigeen geloofde het niet. Dat is niet waar, ze geloofden het niet. Ja, maar ze kennen me toch niet even aan die stapel als liever. Als politie van Hoijten. En toen hebben wij een zekere Marie bij ons gehad. Marie. En die hadden ze gewoon de nieren stuk geslagen. Die heb ik helemaal last van opgekweekt. Ja, ze konden er wat van hoor. Die hebben aangevallen. Die vrouw had toen al heel licht tegen je. Zo, het was zo wat de dingen en de nieren waren kapot geslagen. En dat heb ik gezien. En naderhand, Rasia is toch ook. Verschrikkelijk, want ik kan niet over praten. Nou. Come on, 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 come on
Ik heet Antoinette. Aleta. Maar laat me nou maar. Wacht u even. Heel goed. Dat is de stem van mijn man. Hoe komt u eraan? Dat is de toespraak die hij hield op de Noordermarkt in 1941. Het zijn zijn woorden. Maar u hebt alles door elkaar gehaald. Wij willen dat u naar hem luistert zoals wij naar hem luisteren. Maar het lijkt mij een kind dat niet uit zijn woorden kan komen. U wil dan niet zeggen dat kinderen onbelangrijk zijn? Ze zijn toch de toekomst?
U haalt alles door elkaar. Niet ik. Laat u die ballon eens op. Ja, doe maar. Houd toch op. Je bent toch geen kind meer? Het zal niet eenvoudig voor u zijn, maar probeer er plezier in te krijgen om deze poppetjes kapot te maken, om ze te verkruimelen. Pak ze maar. Breek dat poppetje. En u kunt toegeven wat u uw man hebt aangedaan. Dat is niet waar. Dat is een leugen.
zal vergeten dat ik deze knoop heb aangenaaid. Wat zeg je nou? Kom je nog even mee? Wilt u thee voor me zetten? Ja. Ik raak in paniek, omdat ik vergeet. Maar ik ben ook bang voor mijn herinneringen. Maar ik bewaar alles. En ik schrijf ook alles op. Zullen we de thee op zijn Japans drinken? Ja, is goed.
Hiermee kunnen we onze vriendschap bevestigen. Ik wil u het ritueel laten zien. Van de eenvoud en de gelijkwaardigheid van de dingen en de mensen. Je hoeft alleen een kopje thee te drinken om elkaar te leren kennen. Waarom doe je dit? Wat betekent dit voor je? Ik bewonder de samurai. Om hun absolute macht over zichzelf. En om het streven zichzelf op te heffen. Ik zou ook een krijger willen zijn. Op zoek naar dat ene perfecte moment. Om die ene perfecte beslissing te nemen. Zo'n houding voert onherroepelijk naar de dood. Je kent het verhaal van de menselijke stoel natuurlijk niet. Nee. Er was een bekende stoelenmaker die zo alleen was dat zijn stoelen steeds meer voor hem gingen betekenen. En bij één speciale stoel ontstond het verlangen om erin te kruipen en om samen met die stoel de mensen die erin zouden gaan zitten, te ontvangen. En zo kwam hij in het huis van een jonge vrouw die er praktisch altijd in zou gaan zitten. Er ontstond een seksuele band met die vrouw. Hij zag hem nooit. En één nacht is hij uit de stoel gegaan. Om het toch een keer te mogen zien. Hou jij ook van zachte dingen die zacht aanvoelen? Ja. En waarom vraagt u dat? Omdat je zegt een menselijke stoel. Ja, dat dacht ik. Moest ik daaraan denken? Komt door de oorlog, dat we dit nu durven. Het maakt ons roekeloos. Het is ook oorlog tussen ons. Ik ben nu niet meer bang om dood te gaan. Ik vraag me af wie we nu verraden. Of ik nu Willem verraad, die toch mijn man is.
Of jou. Of mezelf. Hier heb ik jouw man gearresteerd. En ik weet dat jij het gezien hebt. Bertus was daar niet bij. Weet jij waar Bertus was? Het dak op. Hier. Het is oorlog en er vallen vele duizenden. Het is een schrale troost, maar toch werkt het verzachtend te weten een van de velen te zijn. Ik heb het socialisme tot ontwikkeling zien komen. Was geen onverschillig toeschouwer, maar leefde actief mee. Het was misschien meer passend bij mijn aard geweest een rustige huisvader en een goed vakman te worden, maar het is anders gegaan. Mijn gemak heb ik nooit gezocht. Mijn leven was mooi en rijk, mede dankzij jou, Aleta. En nu blijf je achter met de zorg en verantwoording voor Trini. Help haar een degelijk mens te worden die niet onverschillig door het leven gaat. Laat haar vooral niet opgroeien in blinde haat tegen het Duitse volk. Als ze haar vader wil wreken, laat ze dat dan doen op die rotmaatschappij waaruit deze oorlog is voortgekomen. Weet je waarom ik je mee hier naartoe neem? In de oorlog was deze ijssalon was eigendom van een Joodse immigrant. En in de tijd dat de WA knokploegen overal die winkels van Joodse mensen kapot gingen slaan, had hij contact gezocht met andere knokploegen, omdat hij zich niet wenste te laten intimideren. Dat waren jongens uit Tuindorp, Oostzaan en uit Zaandam. En hij had de afspraak met de jongens dat zij buiten de winkel zouden posten. Als er dus een WA-knokploeg kwam. En hij had binnen in de zaak een grote gasfles staan met ammoniak. En toen is er natuurlijk een overval gekomen. Niet van de WA-knokploegen, maar van een Duitse patrouille waar hij niet op gerekend had. Dus die waren in zijn winkel voordat hij het wist. Ja. Toen heeft hij daar die gasfles opgericht. Op die mensen. En dat heeft natuurlijk slachtoffers veroorzaakt. En dat is een enorme rel geweest. Waardoor er ook hevige represailles genomen zijn. Mm-hmm. Dat heeft in die tijd heel verstoft en opwaaien. Dat is hier gebeurd. Het is zover. Telkens weet ik meer van je. Maar ik vergeet ook dingen van je. Ik zal nooit echt weten wie je bent.
Weet je wie dit is? Willem is dood. Een dwaas dood. Is dat een verwijt? Lieve Aleta, precies zoals ik voor jou ben geweest door de jaren heen. En even verschillend als er verschillende bogen zijn. Dien jij anderen toegenegen te zijn. Ik ben gestorven voor mijn ideaal. En pas als jij me loslaat, kan mijn dood een nieuw leven achterlaten. Dus Aleta, blijf sterk. En denk niet langer meer aan mij. Mijn samurai. Dit is mijn man, Willem de Beer. We trouwden in 34. In Duitsland waren de nazi's aan de macht en hier Colijn. Willem was communist uit volle overtuiging en bereid alle consequenties te aanvaarden. Zelfs ontslag. Want je mocht geen lid zijn van de communistische partij als je in overheidsdienst was. Bij publieke werken, de tram, de reinigingsdienst. Daarom moesten ze toen al, voor de oorlog, werken in kleine illegale groepjes. En zonder die illegale ervaring van voor de oorlog was de februaristaking nooit mogelijk geweest. Dat was ook zo bij de metaal en bij de werklozen. In de eerste maanden van de bezetting hielden de werklozen stakingen, demonstraties. En wij vrouwen liepen vaak op kop. Toen ze vrouw de Kalf wilde arresteren, zijn wij er omheen gaan staan om hem af te schermen. Toen brak er een staking uit bij de NSM, omdat ze de scheepsbankarbeiders naar Duitsland wilden sturen. De partijleiding wilde die staking toen uitbreiden tot een algemene staking, vooral ook vanwege de terreur tegen de Joden. Willem kwam thuis van die vergadering en zei tegen mij: Aleta, bereid je er maar op voor. Er gaan grote dingen gebeuren in Amsterdam. En toen kwam die gruwelijke razzia in de Jodenbuurt. Willem en ik waren daar toevallig bij zijn moeder in de Koningsstraat. De mensen werden uit het raam geduwd. Ze sprongen uit het raam. Ze moesten op hun knieën gaan liggen. Ze werden op hun handen getrapt en in hun gezicht geschopt. Ik wou er naartoe, want je wilde toch wat doen, maar Willem hield me tegen en zei: daar kun je in je eentje niks aan doen. Dan nemen ze je mee. Dat moet georganiseerd gebeuren. Toen heeft hij me meegetrokken. Maar hij was zelf zo aangedaan en vol opgekropte woede
dat hij niet kon afwachten. En toen is hij 's avonds met Bertus naar Frits van de overheidsgroepen gegaan. En toen wilden ze voor maandag een staking uitroepen. Maar Lou en Jaap geloofden niet in een spontane staking. En toen zijn ze rondgegaan met de oproep om 's avonds op de Noordermarkt te komen. Een hele leiding was er. Een hele illegale leiding. Plus nog andere activisten. Zo'n 400 mannen en vrouwen. 'S Avonds. In het donker. Om 6:00. Kwamen de ingelichte mensen overal vandaan de Noordermarkt op. Willem werd aangewezen om het woord te voeren. Hij klom op de schuilkelder en we gingen er in een grote kring omheen staan. En toen deed hij zijn oproep. De oproep tot de februaristaking. Dat was mijn man, Willem de Beer. Dat waren de dingen waarin wij geloofden. We hebben allemaal gehoord hoe de nazi's de afgelopen dagen onze Joodse medeburgers hebben aangepakt. Als een horde wilde beesten hebben de moffen zich gestort op weerloze mannen, vrouwen en kinderen. Dronken van de brute macht die ze aan hun geweren ontlenen. Maar de arbeidersklasse is één en ondeelbaar. Die aan de Joodse arbeiders komt, die komt aan ons. De nazi's hebben de masker definitief afgeworpen. Openlijke terreur is losgebarsten. Dat is hun ploertige antwoord op de massaverontwaardiging en protesten van het Amsterdamse volk tegen de Jodenprogroms. Deze progroms zijn een aanval op de gehele werkende bevolking. Ze zijn bedoeld als bliksemafleider van de werkelijke problemen. De imperialistische oorlog, de onderdrukking, verarming en leegplundering van ons land. Zij zijn ook de inleiding tot de terreur die ons allen moet intimideren en tot laffe, gedemoraliseerde slaven moet maken van de fascistische oorlogsmachine. Kameraden, wij staan nu voor de keus. Capituleren of vechten. Ook wij staan hier als soldaten. Soldaten zonder geweren, soldaten met blote handen, maar niet met lege handen. Wij beschikken over het machtige wapen van de arbeidersklasse, de werkstaking. Al geruime tijd zijn er voorbereidingen voor een algemene staking in Amsterdam. Nu is het tijd. De maat is vol. Geef morgen, met het stilleggen van de gemeentebedrijven, de tram, de reiniging, het signaal. Dat zal worden opgevolgd door de metaal en in andere bedrijven. Morgen heel Amsterdam plat. Kameraden, wees eensgezind. Wees moedig. Willem is vermoord. En Bertus, toen hij om een verzetspensioen vroeg waar hij recht op had, hebben ze voor onderzoek gewoon maar een paar dagen opgesloten in een gekkenhuis.
leeft Bertus nog? En mijn dochter, Katrien, is geëmigreerd. Kijk, daar heb je nou. Niet zodra ze tegen zit, maken ze er een eind aan. Heb je koud? Precies zoals ik voor jou ben geweest door de jaren heen. En even verschillend als er verschillende bogen zijn, dien je anderen toegenegen te zijn. Ik ben gestorven voor mijn... Ik ben gestorven voor mijn ideaal. Pas als jij me loslaat, kan mijn dood een nieuw leven achterlaten. Dus Aleta, blijf sterk en denk niet langer meer aan mij. Je Willem... Dat kun je niet begrijpen.
Al dring je aan op een gevaarlijke verhouding tussen ons. Al hak je mijn handen af. Al stik je mijn ogen uit. Al ruk je mijn tong uit. Al doorboor je mijn oren. Je kunt me niet dwingen nergens meer naartoe te gaan. Of niet meer te protesteren of mijn ogen te sluiten voor de werkelijkheid. En alleen maar naar jouw leugens te luisteren. Je bent in verzet. Hou ermee op. Stop ermee. Iedereen die zich verzet gaat eraan. Ik vermorzel je. Jij hoort de verkeerde dingen. Jij ziet de verkeerde dingen. Tegenover jouw absoluut subjectieve waarheid, smerige vrouw, staat de door mij gekozen nuttige werkelijkheid. Ik wil jouw relativerende waarheid niet. Smerige man. Je wilt mijn geest, mijn handen, mijn hele vrouwelijkheid zonder ervan te genieten. Bah, slecht. Ik bezit de filosofie van de lijdzaamheid. De encyclopedie van de gehoorzaamheid. Nooit meer te laat. Nooit meer slapen. Nooit meer een vader hebben. Ik speel met jouw herinneringen. Ik wil dat jij hoort om je te schamen. Dat jij ziet om te vergeten. Ik zal je martelen. Ik zal je knippen. Ik zal je zand laten eten. Ik maak jou eerst bedroefd om je daarna vrolijk te maken. Doe je niet gekker voor dan je bent. Ik maak jou wel gek. God, wat ben je lelijk. Het is of ik de duivel vrij. Ik zal jou laten zien wie jij bent. Ik zal jou nu laten zien hoe jij je man verraden hebt. Wiens liefde verdedig je eigenlijk? Ugh.
Stond je net te kijken naar de arrestatie van je man? Ja. Je zei dat je niet huilen kon. Valt nogal mee. Maar Bertus was toen bij me. Ik zal je laten zien hoe hij ontsnapt is. Hier langs is hij gevlucht. Het zou het beste zijn als ze nu van dat dak viel. Wie bedoelt u? De jongen of de oude vrouw? Een beetje trots heeft, laat zich nu van het dak vallen. Over onze mensen, die hadden de taak gekregen om daar te zorgen dat het bedrijf plat ging. Want hoeveel duizend mensen werken er niet? Verschuren, Ketje en al deze bedrijven, die gingen plat. In één stuk, gelijk. En dat moest georganiseerd worden. Hè? Ja. En dat eigenlijk door het feit, hè, dat wij dus het teken gaven over die pogroms en dat we zeggen, nou is er moeten wat gedaan worden, die staking. Nou, toen kreeg je die andere allemaal mensen mee. En dat was zo'n, wat wij eigenlijk niet verwacht hadden. Maar dat liep. Maar dat liep als een sneeuwbal. Fantastisch. Dat liep als een trein. Alles uit die kantine, vanaf alles mee achter ons aan naar die kleedkamer toe. Er was meteen een hoera-stemming in het bedrijf. Ze kwamen de fabriek in. En in de fabriek hadden de nachtploeg, die had op de machines, had staak, hadden ze opgeplakt. Dus je kan nagaan. En toen kwamen onze jongens, die de instructie hadden gehad van de partij, die kwamen in het bedrijf. En die hoefden niet zo erg veel meer te zeggen. Ja, en waar het niet lukte direct om ze van binnen uit te krijgen. Dat moest blijkt wel verschijnen van die ploegen die reeds staken. Ja. De grote omvang. Ja, kijk, de sneeuwbal. De grote omvang, dat is fenomenaal geweest. Hè? Want iedereen kreeg moed. Iedereen kreeg moed. Ja. En toen gingen al die raambedrijven, en alles ging. Kijk maar naar de beurs. De beurs liepen ze met het Wilhelmus te zingen. Nee, ik kon er eruit zien komen. Maar de bevolking die daar buiten stond, die danste gewoon op straat. Dat is gebeurd, hè. Er werd een zaad gesteld. De mensen zeiden, er moet wat gebeuren, hè. Het wonderlijk was dat toen men dus een daad ging stellen tegenover het fascisme, de politieke activiteit, de politieke rijpheid
van de massa's zich ging versnellen. De burgerlijke groeperingen werden aangestoken door de kracht die de arbeiders wisten te ontwikkelen en over te brengen. De mensen geïnspireerd hebben. Dat gebeurt altijd in een revolutionaire situatie. Want dit was naar mijn gevoel een revolutionaire situatie. En dan krijg je een versnelling van denken en een versnelling van handelen. Ik weet niet wie ik ben, ik weet alleen wie mij misvormd heeft. En het is dus vanzelfsprekend als je met deze ervaringen en hoe dat allemaal in zijn werk gegaan is, dan voor de rechtbank komt te staan. En niet alleen de februaristaking je ten laste wordt gelegd, ook dit werk wat daarvoor gebeurd is, je ten laste wordt gelegd,
dan sta je niet zelf terecht, dan staat daar de CPN, dan staat daar de Communistische Partij van Nederland terecht. We hebben dat ook in geen enkele vorm ontkend of hoeven te ontkennen. Niet, want dat was... in de archiefkast geweest. Je was dus toch op de herdenking? Ja. Maar ik voel me er nooit op mijn gemak. Alsof ik een vreemde ben. Maar ik moet er toch naartoe.
Wat wil jij met Aleta? Ik maak haar gelukkig. Ze is nu nog verstrikt in leugens en verzet tegen de goede orde. Jij vertelt leugens over de februari-staking. Die staking was van de communisten. Die kregen zoveel mensen op de been omdat men zich solidair wilde voelen met Joden, niet vanwege het communistisch ideaal dat erachter zat. Namelijk, net als in de Sovjet-Unie, de ene dictatuur verwisselen voor de andere. Solidariteit met Joden, Aleta bekommerde zich niet eens onder man. Die liet ze vallen. Wel nu, ik leer haar de extase van de vernietigingsdrift. Oh. Ja, ja. Ik leer haar lopen, ik leer haar juichen in het stadion. Ze weet al hoe ze in het postkantoor in de rij moet staan. Als ik het goed begrijp, jij probeert Aleta kapot te maken om haar gelukkig te maken. Hm? Ja. De ideale verzetstrijder is hij die zich bekend maakt. Een mug op de muur kun je plat slaan. De rest hier toch alleen maar terug voor mijn verzetspensioen. Je faalt. Jij kunt mij niet intimideren. Als ik jou weer zie, sla ik jou plat. Ik wil dat jij je ogen sluit en dat jij nooit meer iemand ziet. Ik wil dat jij je vingers breekt om nooit meer iemand aan te raken. Had je van de tak af moeten gooien. Laffe man. Je moet niet zoveel water bij de aardappels. Dan gooi je straks alle vitamine weg. Maar heb je het zout? Je zult geen last meer van hem hebben. Hij zal zichzelf vernietigen. Stuk aan het installeren is. Ik wil je meenemen naar de tuin.
Je hebt hem hier begraven. Aleta, Katrientje, moeder en alle andere familie. Ik heet de beer en ik wil en ik zal tot aan de laatste seconde toe een de beer zijn. Als je blijft bewaren. Nu Aleta en Trini, nogmaals blijf sterk en gezond. Want tot aan de laatste seconde toe zal ook ik dat blijven. Zeg dat nogmaals aan moeder. Zullen we maar een ijsje gaan eten? Ik wil twee ijsjes. Met slagroom? Ja, graag. Met slagroom. Ik wil twee ijsjes. Iedereen die zich verzet, gaat eraan. Beste oudjes, er zijn bijna 10 jaar voorbij gegaan sinds ik jullie een andere afscheidsbrief schreef. Voor zover ik mij herinner, beklaagde ik me er toen over niet een beter soldaat en een beter arts te zijn. Het tweede interesseert me nu niet meer. En als soldaat doe ik het zo slecht niet. Opnieuw druk ik mijn sporen in de flanken van Rosinant. Ik geloof in de gewapende strijd, als enige oplossing voor de volken die strijden om zich te kunnen bevrijden. Er is niets wezenlijks veranderd, behalve het feit dat ik veel bewuster ben geworden. Ik ga weer op pad, met mijn schild aan de arm. Denk nog eens aan deze kleine ridder uit de 20e eeuw. Een intense omhelzing van jullie verloren en rebelse zoon. Ernesto Che Guevara,
juli 1965. Mm-hmm.